Met een virtual reality bril op je gezicht kun je alleen nog maar kijken in een virtuele wereld. Terwijl met augmented reality kun je juist informatie toevoegen aan je bestaande wereld. Zoals bij Pokémon Go. Je ziet gewoon de wereld om je heen, maar er wordt informatie aan toegevoegd. Mijn naam is David van der Loo van App Specialisten. En ik ga je vandaag niet alleen het verschil laten zien tussen virtual reality en augmented reality. Ook bespreek ik vandaag een aantal casussen van een Nederlandse appontwikkelaar die met augmented reality heeft gewerkt. En zien we wat jij daarvan kunt leren. Nou, die Nederlandse appontwikkelaar, dat is Jip Jip uit Rotterdam. We hebben een interview gedaan met Zita Beberot. En zij hebben al behoorlijk wat ervaring met augmented reality. Ze hebben een aantal casussen die ik zo met jullie ga doorspreken. Ik heb daar tips uit die jij kunt gebruiken voor jouw app. En als laatste heb ik ook nog voor jou een extra ding om aan de slag te gaan met jouw app-idee. Dit interview met Zita, dat was heel erg interessant. Want we hebben een aantal casussen besproken. Op het begin Rotterdam Routes. En Rotterdam Routes is eigenlijk al een bestaande app. En die app stelt je in staat om bij bepaalde routes te lopen in Rotterdam. En zij hebben daar een hele eenvoudige augmented reality toepassing aan toegevoegd. Namelijk dat je foto's kunt maken van die gebouwen. Stickers aan kunt toevoegen. En dat maakt eigenlijk dat die foto's veel deelbaarder zijn. Dus dat mensen veel sneller geneigd zijn om die foto dan te delen met andere mensen. Moet je kijken wat een mooie hoogbouw Rotterdam bijvoorbeeld allemaal heeft. Een hele eenvoudige versie. Nou, een stapje verder is de ISS detector. ISS staat voor International Space Station. En dat is een bestaande app die eigenlijk op je telefoon laat zien waar het ISS nu is. Zodat je daarna met een telescoop kunt kijken naar wanneer komt die over. Door de toevoeging van augmented reality kun je dus zowel je telefoon naar de hemel richten. En kun je dus zien waar bevindt die ISS zich op dit moment. Hartstikke gave toepassing, steeds een stapje serieuzer. De meest serieuze casus is nog zeker wel de IKEA Delft app. In Delft staat er namelijk een soort van laboratorium van IKEA met allerlei nieuwe innovaties rondom interieurontwerp. En zij hebben een augmented reality app gemaakt die in staat stelt om als je daar rondloopt om je telefoon te richten op een bepaalde bank bijvoorbeeld of een bepaald informatiepunt dat daarbij hoort. En dan gaat eigenlijk een persoon op je scherm te jou spreken over die bank. Dus je krijgt op het punt dat je informatie nodig hebt, krijg je de juiste informatie te zien. Hartstikke gaaf. Die zijn misschien hartstikke leuke apps zijn daarbij. Ook bij van IKEA hebben we nog een videootje van hoe je dat dan gebruikt, hoe dat in zijn werk gaat. Dat vind je in het uitgebreide artikel hieronder. Maar nu even voor jou, wat levert dat nou op? Oké, een aantal tips die je kunt gebruiken, leren we uit deze casus. Op de eerste plaats. Augmented reality klinkt nieuw en spannend en anders dan normaal. Maar eigenlijk is het technisch gezien relatief makkelijk om dat te ontwikkelen. En dat heeft Jip dus bijvoorbeeld al gedaan. Belangrijk om te weten. Ook is het zo dat augmented reality vaak wordt gebruikt door early adopters. Dat zijn mensen die als eerste nieuwe technologie gaan gebruiken. Dus bijvoorbeeld in de IKEA in Delft zullen niet zo snel de 65-plussers daarmee aan de slag gaan, maar wel de jonge mensen of de jonge koppels die daar langskomen. Dan is het belangrijk om instructies te geven. Hè? Dus als iemand aan de slag gaat met zijn augmented reality app, is het vaak nieuw of spannend. Geef dan ook de juiste video instructies of een instructie op een juiste manier, zoals de video die IKEA ook heeft gemaakt, die je dus in het artikel hieronder vindt. Serieus toepassingen, daarmee wil ik zeggen dat, je ziet het eigenlijk wel een beetje gebeuren, stickers is niet zo serieus als IKEA Delft, hè, waarbij er echt de klantenbinding wordt gedreven door augmented reality. Dus het wordt steeds serieuzer. En Zita zei ook van ja, ik zie eigenlijk allerlei toepassingen in serieuze toepassingsgebieden. Serious gaming is een voorbeeld waarbij je dus spelenderwijs leert om te gaan met nieuwe omgevingen of informatie te vinden. Maar ook bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Allerlei toepassingen bedenkbaar. Dus als je bezig wil gaan met augmented reality, denk eens na over hoe kan dat nou een serieuze toepassing vinden. En dat is ook de laatste tip die ik je wil geven. Zorg ervoor dat je nadenkt, wat voegt augmented reality toe? Ik bedoel, ik ben hartstikke enthousiast over augmented reality. Het is een hartstikke gave technologie. Maar denk erover na van, als dat enthousiasme eenmaal een beetje daalt bij de mensen, wat hebben ze er nog aan? Oftewel, ga op zoek naar de toegevoegde waarde achter de augmented reality. Zorg niet dat nieuwigheid de reden is dat je voor kiest. Nee, zorg voor de waarde die daarachter zit. Dat je daarom kiest voor augmented reality in jouw app. Nou, en dan jouw idee. Want jij wil wellicht augmented reality gebruiken voor jouw app. Maar misschien heb je ook wel een ander app idee of hoe dat ook zit. Ik weet dat het ontwikkelen van een app idee moeilijk is. En welke stap je daarbij moet zetten, ja, dat is gewoon heel lastig om te ontdekken. Daarom heb ik een boekje geschreven. Het heet 1111 Ezelsbrug. En het helpt je, het stelt je in staat om beter de waarde te creëren achter je idee. En daarmee stappen te gaan zetten naar de markt. En in dit boekje met je allerlei tekst en tips en een checklist om eigenlijk jouw app waardevoller te gaan maken en dus die stappen te gaan zetten naar de markt. Dit boekje stuurt jou graag toe. Het enige wat je hoeft te doen is even
Hieronder je naam, je e-mailadres achterlaten, krijg je dit als een PDF toegestuurd in je mailbox. Ik hoop dat je iets aan hebt.